ProRail gaat dit weekend raildempers aanleggen bij het spoor in Tongeren. Daarmee moet de geluidsoverlast bij het spoor tussen Eindhoven en Limburg worden aangepakt. Het is een van de maatregelen tegen de overlast. Volgend jaar worden er geluidsschermen geplaatst. De werkzaamheden dit weekend zijn snachts en duren ruim een week. Prorail waarschuwt daarbij voor overlast door machines en bouwverlichting. Bewoners langs het spoor in Tongeren pleiten al jaren voor maatregelen tegen de geluidsoverlast.